De Nijmeegse horecaondernemers zijn klaar voor Koningsdag. Door de weersvoorspellingen wordt er geen topdrukte verwacht. De horecaondernemers hopen op een gezellige drukte. We zijn maandag begonnen met het opbouwen van de overkapping. Gisteren zijn we begonnen met het bouwen van de barren, koelingen. Vandaag gaan we de laatste puntjes fine-tunen. En dan eind van de middag gaat het plein open. Nou, we beginnen vanavond. Gaan we beginnen met Royal Club en Familie de Bruin. Dat zijn gewoon karaoke bands. Morgen hebben we de grote karaoke show. Er zijn ook weer koffers, superleuk. Ja, iedereen mag eigenlijk gewoon meezingen. Als je durft mag je zelfs het podium op. We verwachten vandaag ongeveer 3.000 à 4.000 bezoekers. Morgen verwacht hetzelfde, dus ook 3.000 à 4.000 bezoekers en 6.000 liter bier. Ze hebben de hele tijd regen voorspeld. Daarom hebben we het hele plein overdekt. Dat hebben ze niet overal in Nijmegen gedaan. Wij wel, zeker voor het onzekere. Misschien blijft het hartstikke mooi weer, misschien niet. Dus we zijn gewoon droog en warm. Plein, gezellig. Ja, hier in de Molenstraat organiseren we het Kings Day event. En vanavond en morgen zijn hier optredens van bands en dj's. En hebben we een plein vol gezelligheid. Nou, we verwachten ongeveer zo'n 1500 bezoekers hier buiten. Ongeveer 2.500 bezoekers in onze zaak ook binnen. Ik denk dat al deze mensen bij elkaar zo'n 6, 7, 8.000 liter bier. Voorheen hadden we in de opstelling het podium aan de overkant. En nu hebben we dat aan het einde van de straat gezet om meer een pleingevoel te creëren. Waardoor je erin loopt en meer een plein ervaart dan een straat waar je doorheen loopt. En op die manier denken we dat het een stuk leuker en gezelliger is.